We hebben op bezoek iemand met vele petten. Als we praten over de muziekwereld, ik heb het over Roberto Banel. En vandaag staat hij in de studio als producer, als vader en als eigenaar van Weed & Boss Music. Ik heb het zo aangekondigd, Roberto. je hebt vele petten op. Klopt. Ik noem specifiek vader, omdat het in dit geval gaat om je dochter. Ja, het gaat om mijn 7-jarige dochter. Ja. Ja, en zij heeft dus een nummer gezongen, samen met Enver. Eigenlijk, zij zingt het meest. Ja. Enver, die brengt er natuurlijk wat sfeer erbij. En het wordt nu al best wel goed gedraaid op de radio, hè? Ja, ik was niet echt verrast. Het was natuurlijk een bewuste keuze van mij om zo'n tekst in elkaar te zetten, ja, qua refrein. Omdat Ridainely, het is niet haar eerste song, het is haar tweede song. In 2021 was ze 5 jaar, ja, toen haar eerste nummer dropte, maar dat is gewoon een freestyle. Uh-huh. En om haar natuurlijk meer bekendheid te geven, dat het zou kunnen raken, uh-huh, heb ik gezegd van nee, we gaan een refrein maken, koppelen naar, van vader naar moeder, van moeder naar vader. Uh-huh. En ik weet dat dat zou aanslaan. En natuurlijk met een kunstenaar als Enver had ik geen twijfel dat het een geweldige, ja, project zou worden. Waarom heb je dit nummer toch wel geschreven? Ja, kijk, ik kom uit een gezin van 10, uh-huh, waar ik de lobby heb gehad van vader en moeder. Uh-huh. Ik ben niet apart opgevoed. Weet je, dus ik weet wat het is om van vader te houden, van moeder te houden en wat de liefde die je krijgt van beide ouders. Ja. Dus Ridainely natuurlijk woont in Nederland, al sinds haar 3e. Dus ik zie haar alleen wanneer ze op vakantie is. Weet je, maar desondanks, met de technologie van nu, kunnen we elkaar elke dag bijna facecallen en bellen en toch al lobby de. Weet je, en natuurlijk de goede band die ik heb met haar moeder, had ik zoiets van nee, het is meer dan liefde. Ridainely houdt niet alleen van haar vader, ook van de moeder. Natuurlijk, op muziekgebied houdt ze veel meer van mij, want dat kreeg ze die volle ondersteuning van mij, want dat heeft ze echt vanaf haar 6 maanden, 7 maanden waren we in de studio, wanneer haar moeder naar opleiding ging. En was ze met mij in de studio. Ik heb vele producties gedaan waar Ridainely op mijn schoot was. Ik heb al die foto's, ook al memory daar op Wayan Studio, waar ze was 1 jaar, 1,5 jaar. En ze wilde altijd mic vasthouden, altijd al achter mijn piano zitten. Dus ergens wist ik al van, het zal wel mijn eerste kind zijn. Ze voelt haar broeders erin. Ze ook trainen voetsporen voor me. En dat is ook altijd mijn wens. Want je werkt met tig van artiesten je hele leven lang. Al bijna 2 decennia's. En je hebt zoiets van, maar wanneer komt er iets van jouzelf? Ja. Want je zit in het buitenland, hoor je altijd junior, vader, daarna moeder, daarna dochter. En ik was ontzettend blij toen ze op vakantie was. 2 jaar geleden in 2021 en ze naar de studio wilde en ze begon te freestylen op een beat. En daar had ik zoiets van bam, bingo. Ja, en als je naar de tekst luistert, hè, Roberto, ben je bewust eigenlijk ingekropen in eigenlijk het lichaam van een kind? Ja. Want zo is de tekst ook zo geschreven. Helemaal. Ik moet Enver daarvoor ook bedanken, want hij is natuurlijk ook de geweldige man hierachter. We hebben het samen gedaan. Op een gegeven moment heb ik die twee alleen gelaten in de studio. Mm-hmm. En Enver zei van nee, Roberto, ik ga geen verse zetten. Dus Enver moest een verse zetten op een gegeven moment. Maar wat Daida op een gegeven moment heeft gedaan, had Enver zei van zoiets van nee, mijn interactie is natuurlijk niet zoveel, maar het is op de juiste plek. En Daida heeft daar alles al voor woord. Niet lang, niet kort, maar het is pakken, het blijft zitten. En liefde voor mama, liefde voor papa. Ja, nee, we gaan nu naar het lied en komen straks terug. Weed & Boss Music. Van je papa? Verschillende dingen. Noem 3. Hij houdt van me. Mm-hmm. Hij is daar voor me. Oké. Mijn leren zingen. Oh. Hij neemt alles voor me over. Mm-hmm. Hij is alsof hij tover. Soms zijn liefde.
Elke papa. Tempo is versneld voor mij. Elke papa. Die ene plek in mijn hart is papa echt ja. Mama lief, mijn papa lief. Arto, je ziet dit lied niet voor de eerste keer natuurlijk, maar wat doet het weer met je als je zo mag kijken en je dochter zingen? Kijk, we hebben die song 20 oktober gedropt in Suriname en vanaf die dag is het die die links, die die rechts, de complimenten, de telefoontjes, de apps, de berichten die we binnenkrijgen. En na het historisch moment dat mijn dochter de jongste artiest was op de Magic 10, op de promo, als 7-jarige had je zoiets van, wauw, ik heb lang geen promo spot gehad bij Radio 10 en ik heb het gehaald met Nisha Madara en heleboel andere artiesten. En met mijn eigen kinderen haal ik het nu weer na zoveel jaren. En steeds weer luisteren naar de song. Naar de reacties die je leest op Facebook, ook de heer Jeff Kramer heeft een geweldige post gezet. Die zoiets van, wauw, we hebben vele mensen geraakt. Ik wenste wel dat Daidai in Suriname bleef. Dan wist ik van, hey, ik kon meer gaan focussen met mijn dochter, met haar leeftijdgenoten. Maar desondanks weet ik dat het is God's plan. Het is gewoon een gave. Het zit in haar. En ik ben heel blij. Ik hoop dat we veel meer kunnen gaan doen hierna. Maar de ontvangst, de reacties... Suriname, dit is voor jullie. Ja, maar het is je eigen dochter, Roberto. Maar ik heb begrepen dat je... en dan kwam die pet van producer dan op. Want je was ook niet heel zacht. Je lacht erom. Want er waren wel beelden op social media te zien waar je dit best wel onder druk hebt gezet. Ja, klopt. Om het goed te doen. Klopt. En het is een business. Het is een no-nonsense beleid dat je wil gaan voeren op een gegeven moment. Het is ook met andere top... artiesten over de wereld gebeurt. Denk maar aan Michael Jackson, die ook een veel, ja, ik ga niet zeggen pakslag, maar heel veel druk heeft gehad van zijn vader. En kijk wat hij heeft bereikt. Ik heb natuurlijk dat niet gedaan, maar je weet, ze is knap, ze is smart, ze is 7 jaar. Ze woont in een ander land waar die kinderen anders ontwikkeld zijn. En ze wil de artiest zijn, ze wil muziek maken. Het is niet makkelijk. Het gaat niet gewoon, we staan naar de studio en omdat je mijn dochter bent, dan ga ik je gewoon laten doen wat je wil. Nee, ik wil nog steeds, ik ben een perfectionist. Dus ik wil horen wat ik wil horen. En dat gaat ze moeten doen. En dat heeft ze gedaan, onder alle druk. En het was kort, dat was maar voor 10 dagen. Je moet rekening houden. Ze wil ook gaan spelen met de familie. Maar ze wil studio-uren hebben met papa. Dan gaan we de hele dag in de studio. Dan gaat die druk komen. Ja. En uiteindelijk was ze zelf ook tevreden. Tevreden, maar eerst boos. Natuurlijk, ja, dat komt die. Ja, ik wil met mijn moeder zijn, blablabla, weet je dat. Maar Samuel Lopfing, I don't give up. Ze heeft geen moment gezegd van, nee, ik stop ermee. Ze is dichtgeklapt. Nee, ze was ook bewust van, papa werkt hard. Papa weet wat hij wil doen. Ze kent haar papa. En we hebben het gedaan. En als je hoort, duur vast, toon vast. En ik ben blij. Ieder is blij. Ja. Waar kunnen we dit lied beluisteren, Roberto? Het is natuurlijk op YouTube, de videoclip heb je gezien. Uh-huh. Het heeft Magic 10 is het nummer 7 bij Radio 10. Lim FM heeft hier ook een goede spot behaald. Radio SRS, RP en Boskopu. Ja. En natuurlijk ook op Spotify. Ja. Komt er nog meer van jullie samenwerking, papa en Daidai? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En dat zeg ik zeg, het moment ze weer hier is, ik hoop dat ze dit keer iets langer blijft. Ja. Laat maar zeg maar 2-3 weken, dan kan ik werken aan een kleine EP, want ik weet hoe snel ze is. Ze kan heel goed freestylen en dan gaan we meer dingen doen. Ja. Ik zei het al, als Daidai hier bleef, dan had ik een jonge artiest die ik zo ga voorover aan Heermarkt.